Goede Vrijdag kan niet zonder hemelvaart. Net zo min als hemelvaart zonder Goede Vrijdag kan. De Hebreeënschrijver zegt ook dat de Heer Jezus, hè, om de vreugde die hem voorgesteld was, het verhoogd worden, die plek van eer en van heerlijkheid, dat hij het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht, dat zag hij ook als één geheel van heerlijkheid voor zich liggen. Maar ook verhoogd worden in nog een andere zin. Want Jezus hangt niet machteloos aan het kruis. Nee, hij wordt daar verhoogd. Hij heeft daar de regie in handen. Hij regeert vanaf het kruis. We hebben het net toch gelezen en er de vorige keer bij stilgestaan, vers 31. Daar vindt het oordeel van deze wereld plaats. Daar wordt de overste van deze wereld buiten geworpen. En daar aan het kruis, daar zal hij nu alle naar zich toetrekken. Gemeente, daarmee zegt hij dat hij zelf instaat voor de vrucht op zijn borgwerk. Misschien moet ik het zo zeggen vanmorgen. De Heer Jezus heeft aan het kruis geen mogelijkheid gecreëerd om zalig te worden, waarbij hij maar moest afwachten wie het op waarde zou schatten, wie het zou geloven. Waarbij er zelfs dan nog de theoretische mogelijkheid zou zijn dat niemand hem zou geloven. En als je eigen hart een beetje kent, dan is dat niet eens meer een theoretische mogelijkheid, toch? Hij heeft daar geen mogelijkheid gecreëerd. Hij heeft daar alles volbracht. Hij zal ze allemaal naar zich toetrekken. Als zijn ziel, heeft Jesaja toch gezegd, zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Ook dat is dat verhoogd worden aan het kruis, dat hij ze allemaal naar zich toetrekt. Wat een troost, gemeente. Als ik even terugdenk aan die verzuchting van zo even. Ik weet dat het moet op hem zien, maar ik weet niet hoe het moet. Als u vanmorgen zegt, het komt zo dichtbij. Als gezegd wordt, zie nu op de Heer Jezus en toch, ik kan er niet bij. Wat een troost. Als je niet meer weet hoe je bij hem moet komen. Hij zegt het hier, het is mijn eigen werk. En daarom zien we aan het kruis niet alleen een wonderlijke verhoging, maar ook een wonderlijke trekking, onze tweede gedachte.